Goedemorgen kinderen van groep 3. Wat gaan we vandaag met schrijven doen? Met schrijven gaan we vandaag maken les 7. Op bladzijde 11 en bladzijde 12. Je leert de letter G schrijven. Deze letter hebben we vandaag ook geleerd met lezen. Gaan we eerst even naar de opwarmer. Kijk en doe maar eens mee. Nummer 37. Jullie gaan commando spelen. Moet je trommelen, je handen platleggen, je handen bol of hol maken. Alleen als je commando hoort, mag je wat doen. Dit mag je thuis met papa of mama doen. Let op, alleen als je commando hol zegt, moet je hol doen. En als papa of mama zegt hol, dan moet je natuurlijk blijven doen wat er werd gezegd. We hebben dit al wel eens op school gedaan, volgens mij. Gaan we naar het doel. We kunnen de letter G schrijven. Gaan we even naar het filmpje kijken van de G. Vandaag gaan we het hebben over de G. Je ziet een C en een H, maar je zegt G. Donker, hè? Het is nacht. Maar als je even wacht, wordt het vanzelf weer licht. Schrijfletter. Dit is de leesletter die je in je boek ziet. En dit is de schrijfletter. Hij staat iets schuin, net als de andere letters. Het traject van de G. Zo schrijf je de G. Bocht naar beneden. Schuin omhoog. Naar beneden. Stukje terug over de lijn. Op. Naar beneden. Dat is de G. Gaan we nog even naar de houding. Hoe zit jij netjes met schrijven? Je voeten staan plat op de grond en een stukje uit elkaar. Hey, we maken bladzijde 11 en 12. Op deze bladzijde gaan we weer met kleurpotlood zo vaak mogelijk de G overtrekken. Mag je met al je kleurtjes doen die jij thuis hebt. Oeh, ik denk dat jullie het netter kunnen dan de juf. Heb je alle kleurtjes gebruikt, dan pak je je schrijfpotlood en dan ga je de G er zo vaak mogelijk naast schrijven. Bij de juf gaat het een beetje lastig met de muis. Ik denk dat jullie dit veel netter kunnen. Daarna ga je naar bladzijde 12. Hey, je gaat deze met je schrijfpotlood overtrekken. Daarna, even terug. Ja, ga je hem overtrekken. Hier ga je ook de G overtrekken. Hier tussen de lijnen. Hey, het stokje van de H komt helemaal bovenin. En daarna ga je hier ook de G overtrekken en ga je de regel afmaken. Dit doe je zo netjes mogelijk. Let op je zithouding, let op je pengreep en zing het liedje voordat je begint. Ga je gang, doe je best.